Breda Nu. Je weet het meteen. Voor Pasen werd in buurthuis Schageldonk voor de kinderen een heuse spelletjesmiddag georganiseerd. Met meerdere spelletjes en zelfs de paashaas kwam langs. Ja, hoe vinden jullie het hier vandaag? Leuk. Ja, en wat heb je allemaal gedaan? Heel veel dingetjes ook. Ja? Wat was nou het allerleukste van alles wat je hebt gedaan? Springkussen. Op de springkussen. En waarom was dat nou zo leuk? Omdat er heel veel springen. En wat houdt het in? Je gooit wortels en in de buik dan eet je het op. Nee, dan valt het naar beneden en dan in de mond dan eet hij het gewoon. En jullie zijn al heel de dag die paashaas aan het voeren? Ja. Maar wordt hij dan niet super dik? Ja, dat wel, maar het is van karton. Ik vind wel dat jij heel goed bent. Heb je echt geen tactiek? Nee, ik gooi gewoon maar wat, dat is het enige. Ben je in alle spellen heel goed? Nee. Oh. Ja, de paasspelletjesmiddag. Wat houdt deze middag precies in? Het is een middag voor kinderen uit de buurt, hè, voor kinderen uit Haagse Beemden. En kinderen kunnen spelletjes komen doen die een thema hebben. Pasen. Dus paaseieren zoeken, knutsels maken rondom Pasen. Dat is eigenlijk het idee. En organiseren jullie dit elk jaar? Dit is eigenlijk het eerste jaar, omdat we ook nog niet zo lang open zijn. Dus dit is de eerste keer, maar we hopen wel dat we dit ieder jaar mogen doen. Ja. Maar tot nu toe is deze activiteit gewoon goed bevallen? Ja, leuk bezocht ook. Veel kinderen en leuk. Ja. En hoe is dit idee dan tot stand gekomen? Want het is het eerste jaar, dus dat idee is ergens ontstaan, lijkt me. Ja, sowieso willen we activiteiten voor kinderen organiseren. En Pasen leek ons een leuke gelegenheid, hè, omdat je dan inderdaad iets thematisch ermee kunt doen. Wat vind je het leuk hier vandaag? Ja. En wat heb je allemaal gedaan? Alles. Alles? En wat is alles? Alle spelletjes. En wat voor nou het allerleukste van alles wat je vandaag hebt gedaan? Paaseieren zoeken. We gaan paaseieren zoeken. Kom, we gaan paaseieren. Dus voor herhaling van wel volgend jaar. Als alles goed gaat, dan is het volgend jaar gewoon weer een hetzelfde paasmiddag. Ja. Hier in het buurthuis. Ja, zeker weten. Ja. Wat ben je nu aan het doen? Hockey. En vind je dit wel leuk? Ja. Laat zien of jullie goed zijn in hockey. Breda Nu. Je weet het meteen.